Een goeiemiddag, beste leerlingen. Wij gaan weer van slag. Sta ik nou voor? Even kijken. Want ik kan het nu daar zien, dat is wel weer leuk. Ik kan het zelf zien. Zo, sta ik er beter voor. Een goeiemiddag en ik ga verder met waar we maandag gebleven waren. Maandag was een beetje herhaling. Dus ik herhaal nog een heel klein beetje wat de planning is. Oh, sta ik ervoor. In mei gaan we in ieder geval niet naar school. Nou, we zijn in ieder geval jullie, want ik ben nu op school. En in juni is school wel weer open. Maar ik heb zelf nog een beetje mijn vraag. Hoe zijn ze hier ook over aan het nadenken? Ik zie het namelijk niet voor me dat we weer normale lessen gaan geven op 1,5 meter. En er zijn ook niet genoeg gymzalen om een klas in te doen. Dus ik ga ervan uit dat ik nog wel even op deze manier doorga. Dat we misschien vragenuurtjes kunnen doen tegen die tijd. Of toetsen. Ja? Maar dan op 1,5 meter. Oké. Dus de toets voor gaat dan in toetsweek 4, een beetje aan het einde van het jaar, is een SE-toets. Dus het is handig om die goed te doen. Dat voor je SE-cijfer mee. En die gaat over de volgende onderwerpen. Groene chemie, de aspirine en de evenwicht natuurlijk. En nog eentje. En die gaan we nu doen. Dat is namelijk de chemie van de batterij. Ja? Elektrochemie. Goed. Nog één stukje over planning. Dit is ongeveer hoe ik het ga doen. Ik ga afwisselend herhalen nieuwe stof. En ja, dus dat je af en toe ook nog wat we eerder dit jaar hebben nog een keer laat terugkomen. Dat is heel nuttig voor het onthouden van dingen en dus weinig tijd spenderen vlak voor het eindexamen. Huiswerk via Google Forms krijg je vanavond en die moet je dan voor de volgende les deze maandagochtend ingeleverd hebben. We gaan twee kleine thuis-PO's doen, dus dan moet je thuis proefjes doen en dan moet je foto's van maken. En dat gaat dan meetellen als cijfer voor je laatste toets, dus dat is dan leuk hè. En ik ga natuurlijk ook proefjes doen. Ik heb hier een hele proefjesopstelling klaar, dat kunnen jullie zo meteen wel te zien krijgen. Maar dan gaan we proefjes doen. En, oh ja, dat is natuurlijk ook leuk, er is ook nog ruimte voor keuzeonderwerpen. En bijvoorbeeld, uit welke Wikipedia-pagina komt dit? Ja, daar was over nagedacht. En het gevolg hiervan, dit is denk ik, dit is best wel oud, maar 1,5 jaar geleden is daardoor in Spijkenisse dit verkeersbord geplaatst. Nou, dat soort dingen kun ik ook behandelen. Wat moet je doen? Gewoon even in de chat of in de mail of in de Teams of hoe dan ook even berichtje sturen, meneer. Kun je dat eens uitleggen, want het ziet er super interessant uit. En wat leuk dat u dat gevonden heeft. En dan doe ik dat. Of als je een andere suggestie hebt, dan doe ik dat. Goed. Nog meer planning? Nee, toch? Eindtoetsschrijven. Oh, dat heb ik er nog in laten zitten. Dat is dom. Oké. En nou voor something completely different. Ik weet niet of jullie dit nog tegen je ouders hebben gezegd. Moet ik je doen, hè? Als je het doet, spreek het op z'n Brits uit. Hè? Dus niet Amerikaans, maar echt op z'n Brits. Kijken wat voor reactie je dan terugkrijgt. En dan kunnen zij ook misschien wel uitleggen wat het hele verkeersbord is. Moet ik hem even terugzetten, dat je ouders kan roepen en dat je roept, pap, mam, for something completely different. En dan, leg eens uit wat dit is. Nee, oké, schrijven we dan. Komt-ie. Maandag. Maandag hebben we de volgende vraag gesteld. Protonen, neutronen, elektronen van natrium en natrium plus. En protonen 11, neutronen 12, elektronen 11. Protonen 11, neutronen 12, elektronen 10. Oftewel, het verschil tussen een natrium en een natrium plus is gewoon één elektron. Op zich niet zo heel raar. Je hebt de kernreacties, hè, de Chernobyl dingen, de kernreactoren, de kernbommen. Dat zijn reacties met de kern van een atoom, in het model van Rutherford en Bohr. Maar eigenlijk alle scheikundige reacties zijn reacties van elektronen. Die gaan anders zitten. Nou, Lewis-structuur en mesomerie is een voorbeeld van dat die zich gewoon gaan anders organiseren. Zoiets, een natrium die natrium plus wordt, of de andere kant op, is gewoon een compleet elektron erbij krijgen op afstand. En toen hadden we deze nog. Deze. En ik heb hem nu wel werken. Zal ik hem aanzetten en laten zien? Wat vinden jullie? Zal ik hem gewoon even zo laten? Nou, ik doe hem wel even zo. Ik doe hem zo meteen nog wel even zien. Dit is het toestel van Hofmann. Dan kan je onder elektriciteit kan je water ontleden in zuurstofgas en waterstofgas. En, ik mocht hier staan. En dan krijg je dus deze reactie, want twee water geven dus twee waterstof en twee zuurstofgas. En gaswet kan je zien dat dus waterstof ook twee keer het volume inneemt van zuurstof. Onder voorwaarde als ideaal gas is, is dat ongeveer bla bla bla. En het rare waar we maandag mee achterbleven is, dit is natuurlijk wel leuk deze reactie. Maar hoe kan het dan dat op de pluspool, ja ze noemen het anode, maar ik noem het gewoon pluspool, komt dat zuurstof vrij. En op de minpool komt waterstofgas vrij. Dat is toch gewoon raar? Die reacties krijg ik dus ook niet meer kloppend. Want het is alsof één reactie op twee plaatsen plaatsvindt. Moet je ermee, hè? Moet je ermee?
Nou, laten we eerst eens kijken wat dat dan is, elektrische stroom. Want dit vindt wel plaats als gevolg van een elektrische stroom. Wat is elektrische stroom? Nou, nou godzijdank hoef ik niet alles te weten. En kan ik gewoon Wikipedia opzoeken. En dan krijg je dit soort zinnen. Elektrische stroom is het transport van elektrische lading. In een elektrisch netwerk vindt dit transport voornamelijk plaats door de beweging van elektronen door geleiders onder invloed van een potentiaalverschil. Nou, worden we er al blijer van. Ook de beweging van ionen in een elektrolyt veroorzaakt een elektrische stroom. Oké. Okay. En als laatste, in al deze gevallen vindt het ladingstransport plaats door de verplaatsing van ladingdragers. Nou, dit is wat we noemen een natuurkundige tekst. Dat is zeg maar iets wat op zich helemaal niet zo moeilijk is, met lastige woorden gewoon heel ingewikkeld gemaakt. Dus we doen het even in normaal Engels. Stroom is gewoon het verplaatsen van lading. Je moet ergens een gedeeltje hebben met een lading, plus of min. En op het moment dat die verplaatst wordt, spreken we over erlopende stroom. Meestal gebeurt dat door elektronen. En dan meestal bedoel ik gewoon in al die elektriciteitsdraden. Weet je, die dingen van metaal? Daar beweeg je gewoon elektronen doorheen. Maar het kan ook anders, hè. Het kan ook in een zoutoplossing. Dan is het ion een lading dragen. Ion heeft ook een lading. Als die beweegt, als alles wat min is een klein beetje die kant op gaat, dan heb je uiteindelijk een stroom. Als dan alles wat plus is ook nog eens de andere kant op gaat, heb je nog meer stroom. Als het namelijk dezelfde kant op gaat, dan heb ik geen netto ladingstransport, dus heb ik ook geen stroom. Goed, samengevat, het is een deeltje met een lading en die moet bewegen. Dat is elektrische stroom. En ik denk, we gaan gewoon eens even, hier moeten we batterijen mee kunnen maken. Dus we gaan eens even een proefje doen. En moet je opletten, heb ik hier een proefjesopstelling. Wel geluid. Ik zie wel een balkje verschuiven, maar het is misschien iets anders. Horen we geluid of horen we geen geluid? That is the question. Dum, 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 dum. Nee, geen geluid? Oh, stream was onderbroken. Kijk eens even. Onderbroken op de instellingen. Ja. Ja, we hebben weer geluid. Ik ben benieuwd welk apparaat het doet, maar het maakt mij niet uit. Omgeven door microfoons. Iets vangt in ieder geval het geluid. Oké, terug waar we mee bezig waren. Deze is dus stroom aan het geven. Ik zet er stroom op. Die vindt dus twee reacties plaats of één reactie op twee plaatsen. Dat is dus een beetje raar. Maar het is dus interessant ook om te kijken of we zelf een batterij kunnen opwekken. Dus ik heb hier een opstelling met twee elektrodes en twee polen en gewoon een hele grote ouderwetse voltmeter. Dus we gaan eens even kijken of we hier stroom mee kunnen doen. En ik heb even een bekerglas erbij. Zo.
Je had misschien iets dieper gemogen, die elektronen, anders moet ik er zo heel veel vloeistof in doen. Kijken of ik dat nog van elkaar kan krijgen. Zo, heb ik een lekker diep. Nou, de elektroden zijn van koolstof en als je het nog van mesomerie weet, dan snap je waarom koolstof, terwijl het een moleculaire stof is, toch stroom geleidt. Oké. Okay. Ik heb hier twee polen, ik heb een voltmeter en ik moet even een oplossing hebben. Mijn Toa zei dat dit een, kijk zo kan je het wel lezen, een natriumchloride oplossing is, oftewel keukenzout. En dan gaan we eens even kijken of dat stroom gaat leveren. Want als wij stroom kunnen krijgen, dat wordt natuurlijk wel leuk, hè? Dan kunnen we zelf batterijen maken. Dat gaan we zeker wel doen. Oké. Deze moet ik niet tegen elkaar aanhouden. Ik moet ze hierin doen. Nou, verwacht je dat hier stroom uitkomt? Nou, voor mij staat die knal op nul. En dat is natuurlijk op zich in dit geval ook niet raar. Want de ene pol en de andere zouden zijn in dit geval precies hetzelfde. Dus waarom zou de een dan plus worden en de ander min als ze echt identiek zijn? Als het zo symmetrisch is, dan kan het natuurlijk nooit stroom leveren. Dus ik moet de polen even een beetje uit elkaar halen. Doe het zo. Je moet een beetje los. Je moet ook een beetje los. En dan moet ik dus zorgen dat ze anders zijn om te kijken of ik stroom ga zien. Nou, wat heb ik hier? Ik heb hier... dat is in zo'n potje. Nou ja, oké, we zien het wel even. Ik heb hier een potje met chlorix. En een potje met zoutzuur. En als ik die meng, dan krijg ik een beetje chloorwater. En dat schijnt iets te kunnen doen. Nou, je ziet het al een beetje bruisen. Ik weet niet of het handig is om er nu een dop op te doen. Ik denk het haast niet, maar goed. Misschien een beetje te veel opgedaan. Even kijken waar ik erbij kan. Als ik er nou even bij één van de twee giet. Want ik moet natuurlijk niet bij allebei doen. Zo. Nou, ik weet niet of je nou wat hier iets aan te zien valt. Het zit nu allemaal een beetje op de bodem, terwijl ik die elektrodes net wat hoger heb gedaan. Dat is even jammer dit, hè? Het ruikt in ieder geval al heel sterk naar chlorix hier. Even spieken. Dan moet ik deze toch eigenlijk nog wel wat lager doen. Hoe doe ik dat nou weer? Ja, hoe doe ik dat nou weer, hè? Zegt de voltmeter al iets? Ja, de voltmeter zegt wel iets, maar het is wel echt heel, heel weinig. Ik ben nog niet erg onder de indruk. Nou, weet je wat? Ik ga de andere kant even vervangen. Het was hartstikke leuk met de koolstofelektrode, maar ik neem gewoon eens even een magnesiumstuk. Misschien gaat dat beter. Zo, even kijken. Ja, het is nog steeds niet een heel groot verschil allemaal, hè, wat we hier hebben. Nog niet erg onder de indruk. Maar het lastige is natuurlijk ook wel dat het allemaal wel wat dicht bij elkaar zit. En blijkbaar toch ook nog wel één geheel is. Dus ik heb een ander buisje hiervoor. Hoppakee. Nou, kijk. Zo'n buis. En dit noem ik een U-buis. Naam hoef ik denk ik niet uit te leggen. Bij een U-buis kan ik wat makkelijker de linkerkant en de rechterkant uit elkaar houden. Goed, even spieken. Of ik eigenlijk wel, of het allemaal wel goed staat. Ja, we zijn toch volt aan het meten, hè? 10 volt, ik vind 3 volt eigenlijk wel genoeg. Oh, kijk hier. Het is wel verkeerd aangesloten van de voltmeter. Hoppakee, nog maar een keertje doen dan. En nou de andere kant op. Oh ja. Kijk, hij heeft nou wel heel veel volt. Dat is dan wel interessant weer, want hij geeft nu wel volt, dus hij doet het toch. Dat is mooi. Als je ziet, als ik de elektroon eruit haal, geeft het natuurlijk geen volt. Misschien zou van anders zo vriendelijk willen zijn om het window wat omhoog klapt even weg te halen. Want dan kan ik mezelf weer een beetje zien. Ja, er zit zo'n venster voor van... dat ik even niet de voltmeter kan zien. Juist, zo kan ik de voltmeter weer zien. Oké, dus even kijken. Alsof je het nou wel doet. Nou, dit is misschien wat euvel dat ik toch te veel te lang zit. Toch een beetje chloorwater doen. Of misschien doet chloorwater gewoon niet zo heel veel. Kan ook een conclusie zijn, dan magnesium wel. Nou, je ziet wel iets gebeuren, hè?
Je ziet wel dat het een klein beetje verandert als ik dat chloorwater erbij doe. Maar als ik hem dus weer ga roeren, dan zal het dus wel weer teruglopen, het volt. Maar dat is dan weer één geheel natuurlijk. Dus daarvoor hebben we de U-buis. Dus nu ga ik hetzelfde geheel dus even in de U-buis doen. Gaan we die er weer uithalen. In de U-buis is het gewoon ietsje makkelijker om te doen. Maar het is wel even goed om over na te denken van wat gebeurt er nou en waarom gebeurt dit nou? Hè? Ik heb nog een derde stok nodig. Of kan ik dat al zo doen? Nee, die doen we even zo. Dus de vraag is, wat gebeurt er nou precies? Waarom zie ik nou opeens een spanningsverschil? Waar komt dat spanningsverschil vandaan? En wat we zagen over elektriciteit, heb ik het dan over ionen of elektronen? Nou, een van de dingen weet ik zeker, is dat de voltmeter, die meet uiteindelijk de spanning. En de voltmeter, dat is dit ding. De voltmeter is aangesloten met draadjes en hier lopen geen ionen doorheen. Dus ergens komen hier elektronen doorheen. Nou, ik meet niet ampère, dus ik meet alleen maar volt. Het hoeft niet veel te zijn, maar er is iets wel met elektronen. Dus er moet iets bij die, deze koolstofstaafjes gebeurd zijn met elektronen. Dat kan niet anders, want die voltmeter die zit op metaaldraad aangesloten. Nou, gaan we deze even verplaatsen. Hupsakee. Een beetje lager doen. Maakt voor jullie niet uit, maar het is voor mij gewoon wat handiger. Dat is niet zo... Als ik me ook nog laat steunen, is dat misschien wel beter, hè? Misschien moet ik het juist niet doen. Ja, goeie vraag. Oké, dan heb ik hier één elektrode. Die kan ik er dan handig zo in doen. En dan zullen we hier eens even het spulje ingooien. En het treffertje. Nou, het is voor mij makkelijker om de spullen uit elkaar te halen. Om dus even te onderzoeken wat er gebeurt. Dit is mijn zoutoplossing. Het is een beetje vervuild. Ja, als het goed gemengd is, maakt het natuurlijk niet uit verder. Even spieken. Nou, het is vol genoeg. Het is een beetje smerig geworden. Als je een beetje nieuw zout kunnen pakken, hè. Maar ik neem even aan dat het goed gemengd is en we zouden het kunnen zien, want als ik geen spanningsverschil krijg, dan komt het in zijn geheel dus wel goed. Nou, dit is één, dit is de ander. Oké, wat doet de voltmeter? Nou, die doet niks. Of bijna niks, hè? Nou, ga ik aan één klant weer even mijn chloorwater gooien. Welke was het eigenlijk? Ik heb er twee hier. Volgens mij heb ik in deze wat gegooid. Dat weer eens aan deze kant doen. Ja, het is een klein beetje effect, hè? Kan niet heel goed zien. Maar dan kunnen we dus een elektrode gaan vervangen. Door die magnesium. Zo. En dan zie je dat hij nou toch wel een hele hoop volt geeft, hè? Dus blijkbaar maakt het ook wel uit wat ik met mijn voltmeter of wat met mijn elektrode doe. Ja, ik noem het een elektrode. De koolstofstaaf of de magnesiumlint maakt dus wel heel wat uit. En ergens zorgt het ervoor dat er dus elektronen één kant op gaan lopen. Ja, nou weet ik niet zo goed hoe deze voltmeter werkt. Wat nou plus is en wat nou min is. Dat is op zich wel interessant. Maar... daarvoor heb ik wel zo'n voltmeter. Dus kunnen we even kijken welke van de twee plussen en welke min. Even spieken. Ook hier is altijd twijfelachtig welke werkt, maar we gaan het proberen. Volgens mij moet ik de zwarte in de kom doen. Even spieken, welke is dat? Dat is die. En doen we deze in de volt. En hij zegt nu min. Dus dat zou erop duiden dat de magnesium negatief is. En blijkbaar... kan dus magnesium ergens elektronen over hebben en die naar de voltmeter sturen. Ja, ik weet het ook niet. Het is wat apart. Dus hier gebeurt iets, hè? Hier gebeurt iets met elektriciteit en
Ja, moet ik even kijken. Er is iets met die elektronen, want de voltmeter doet elektronen, dus er gebeurt iets met elektronen op afstand. Het vervelende is wel, als ik het met een U-buis doe, dat uiteindelijk, als ik maar lang genoeg wacht, het hier uiteindelijk ook gewoon gaat mengen. Dus ik kan misschien beter nog een andere opstelling doen. Zullen we die gewoon doen? Die gaan we gewoon doen. En dan is het wel weer genoeg voor proefjes voor vandaag. Oh jee, daar gaat mijn magnesium. Ja, dat is dan jammer, hè? Magnesium is nu gevallen. Oké, dus het is misschien handiger om iets te doen. Maar het valt me wel op dat die magnesium die wou wel iets. En als je terugkijkt aan de berekening van het natrium en het natriumion, dan zie je dat het metaal, dus als het een ion wordt, ook een elektron kan afstaan. Ja, maar dat is fascinerend. Zo. Deze moet ik even netjes leeg zitten. Ja. Oh, die zit dicht. Dan komt de magnesiumlint er nog uit. Goed, dus die metalen die willen wel iets. Dus die metalen maken ook wel waard om te onderzoeken. Hoewel het een verschijnsel is wat nog lastig te begrijpen is natuurlijk. Hè. Heb ik hier nog papier. Even kijken, ik moet alleen nog even mijn klok in de buurt hebben. Hoe lang ik ongeveer bezig ben. Even een beetje schoonmaken. Waar is mijn andere elektrode? Nou, die ben ik kwijt. Oh, die zit hierin. Ik denk al, ben ik hem echt kwijtgeraakt. Zo. Ik word heel afgeleid door die belletjes die ik hier in mijn ooghoek zie. Maar ik denk dat jullie ze niet kunnen zien. Dat de beeldkwaliteit daar niet goed genoeg voor is. Oké. Ik ga een andere opstelling doen. Want ik word er een beetje hopeloos van. Dat... Ik word een beetje hopeloos van dat die dingen toch kunnen mengen. Dus ik moet het gewoon in twee bekerglazen doen. Oké. Koper. En een zink. En omdat ik nog niet precies weet hoe het zit. Maar met het metaal en dat het ion af kan staan, heb ik wel het vermoeden dat er iets aan de hand is. Dus ik doe even het volgende. Ik weet niet of mensen nog voorkeur hebben waar ik rood en zwart op doe. Ik doe rood wel hier. Als je het liever andersom wil hebben, moet ik gewoon zeggen hoor. Maar maakt niet uit. Oké, dus ik heb nu de volgende opstelling. Ik heb hier twee bekerglazen staan. En dan heb ik deze eigenlijk helemaal niet nodig. Ik heb hier twee bekerglazen staan. En in de ene bekerglas zit gewoon een stuk koper. En in het andere bekerglas zit gewoon een stuk zink. En ik heb ook een oplossing met zinkionen. Ja, dus... Het verschil tussen zink en een zinkion zijn dan elektronen. Voor zink is het 2 plus, dus zijn het 2 elektronen. Dus die zou de ene kant op of de andere kant op elektronen kunnen doen. Even spiegel hoor, dus we doen hem even een beetje in. Oh, er moet een hele flesje erin, want de elektrode is niet zo heel lang. Nou, dat is dan maar zo. Koper is natuurlijk herkenbaar aan zijn blauwe kleur. En daar heb ik een koperelektrode, dus dat doe ik het ook. Dus voor koper gaat hetzelfde. In de oplossing zitten koperionen, koper 2 plus. En in het metaalkoper zit gewoon neutraal koper, koper niks. Het verschil tussen die twee is in beide gevallen 2 elektronen. Zo, tafel een beetje netjes houden. Dus hoeveel volt geeft dit? Dit is nog niet zoveel, hè? Dit is nog heel weinig volt, vind je niet? Dit is toch wel raar? Heeft iemand een beetje een suggestie al? Want ik denk dat je in de derde klas wat dingen over natuurkunde hebt gehad. En weet je wat nou gewoon nodig is om bij stroom en zo? Want, nou had ik het verwacht dat het zou doen, nou dat doet hij niet. Ik heb even een suggestie nodig, jongens. Ik kan helaas niet aan vingers doen, dus je moet het denk ik maar gewoon bij elkaar tikken. Heeft iemand een suggestie, wat missen we nou nog natuurkundig gezien met stroom? Ja, roept u maar hoor, als je het weet. Kijk, kan ik hier zo achter mijn laptop zitten? Ik kan ook met jullie chatten in de tussentijd, dat is leuk hè? Ik zit wel naar die chat te kijken hoor. Ja, dat weet ik. Oh, oké.
Kom jouw scherm op, ja. Dus ik heb even een idee nodig waarom dit nou niet werkt. Waarom zou dit niet werken? En dan moet je een beetje aan derde klas natuur kunnen denken. Er is toch iets met stroom, hè? Dat hij het niet zomaar doet. Interactie is wel ietsje minder altijd, hè, met YouTube. Ja, even kijken, hoor. Is de stroomkring volledig... De stroomkring, Chantal! Dankjewel! Maar dit is natuurlijk geen stroomkring, hè? Het stroomkring is niet gesloten. Oh, shit. Ik hou mezelf via mijn laptop. Dat is onhandig. Precies. We moeten de stroomkring nog sluiten. Dus, ja. Het punt alleen is, als ik de stroomkring normaal ga sluiten... door er een stuk metaal te doen, dan gaat dat metaal zich ook mee bemoeien. Dus ik heb iets gevonden wat geen metaal is, maar misschien wel stroomgeleid. Namelijk gewoon een doekje met zoutoplossing. Want ik heb net geleerd dat zoutoplossing stroomgeleid. Nou, let op. Ik maak hem even nat. Nou, dan maar even niks voor eronder. Maar hij moet echt wel even nat worden. Zo, een beetje zeikinatie, zout water. Nou, dat is nu mijn probleem. Dus het zou natuurlijk een gesloten stroomkring moeten hebben. Even spieken. Het ding is nat. Ja, denk je echt dat dit zou helpen? Ja, als ik het heb voorbereid, dan meestal wel, hè. Nou, let op. Jullie kijken wel een beetje naar de voltmeter, hè. Er lijkt wel heel veel zout water hier. Oké, ik doe deze erin. Hij zit er aan de ene kant in en hij zit er aan de andere kant in. En nou had de voltmeter wat moeten doen. Dat is toch even jammer, hè? Heb ik nou iets niet goed aangesloten? Want dit is eigenlijk een standaard opstelling van de batterij. En nou maak ik er wel graag een show van, maar nu weet ik echt niet waarom hij niks doet. Dat is wel een beetje suf, dit. Ik vind wel dat hij iets had moeten doen zo langzamerhand. Het kan zijn dat dit te veel geoxideerd is. Ziet er allemaal wel een beetje oud uit natuurlijk. Maar hier, daar hebben we hem. Het was de koperaansluiting. En ik zie dat ik ze beter kan omdraaien. Dus ik ga de show nog een keer doen. Met dank aan de opmerking van de stroomkring. Oké, dus ik had hem even zo aangesloten. En je ziet dat hij nu geen spanning geeft. Nou doe ik er een doekje met zout water in. En dan kan ik dus de stroomkring sluiten. En dan geeft hij wel spanning. Want ik moet de stroomkring sluiten. Dus dit is eigenlijk een soort batterij wat ik nu heb. Hoeveel volt heb ik nu? Ik heb nu 3 volt. Ik heb nu 3 volt. Nee, dat is niet waar, want hij staat op 3 volt. Ik heb nu ongeveer 1 volt. Nou, dat is niet zo heel veel. Als ik er nou een paar in serie zet, dan zou ik er wel iets meer mee kunnen doen. Maar ik heb hier een batterij gemaakt. Nou, wat heb je nodig voor een batterij? Ik heb iets nodig waar ik de stroom op aansluit. In mijn geval een krokodillenbek. Maar dat heet vaak gewoon een elektrode. Ik heb natuurlijk iets chemisch nodig wat die elektronen afstaat of niet. Dus daar gaan we volgende keer wel even verder naar kijken. En ik heb iets nodig dat er een stroomkring van maakt. Want zonder stroomkring gaat er gewoon geen stroom lopen. Nou, dit is ons batterijtje. Even spieken. Ja. Nou, het batterijtje doet het. Ik had bedacht om volgende keer gaan wij even practicum doen. En dat practicum gaan we thuis doen. En voor het practicum moet je een aantal spullen hebben. Ik moet een beetje schoonhouden hier. En een van de spullen die je nodig hebt zijn... Oh, ik doe het lijstje wel even op het bord, jongens. Gaan we even terug naar het bord. Even spieken. Terug naar het bord. Nou, waar is hij? USB-kabel erin. Andere kabel erin. Oké, terug naar het bord. Dus voor maandag gaan we even practicum doen met een batterij. En om je te motiveren om mee te doen, geldt het volgende. Je gaat nog 1 toets krijgen en je kan 1 bonuspunt daarvoor krijgen. Je kan het 9 halen voor de toets. En om een 10 te halen moet je nog even 1 extra punt krijgen. En dat haal je gewoon met meedoen met deze 2 practica. En dit is de eerste, dus zorg dat je hier een foto van hebt. Waar moest ik staan? Links. Wat je nodig hebt is een aantal stuivers en een beetje aluminiumfolie. Dat is een stuiver.
Stuivers. Weet je niet wat stuivers zijn? Ah, ik stel de vraag alvast namens hun. Oh, zo'n 5 cent munt, zo'n koperen munt. Ja. Je mag ook iets anders doen van koper. Als je koperen spijkers hebt, vind ik het ook goed. Maar zo'n munt is handig, want die kunnen we stapelen. Ja? Dus 5 eurocent munten en aluminiumfolie. Papier, en het liefst een beetje papier wat water opneemt. Dat doet bijna elk papier wel. Maar dat schooltoetspapier bijvoorbeeld doet het niet zo goed. Een beetje net zoals dat doekje. Je mag ook schoonmaakdoekjes doen hoor, als je het leuk vindt. Maar echt iets wat die stroomkring kan sluiten. Water heb je natuurlijk nodig. Nou, ik hoop dat je dat wel hebt. Dat gaat wel goed. En keukenzout, want een zoutoplossing geleidt wel stroom. En ik wil azijn. Nou, als goed is, heb je het allemaal wel in huis. Of is het wel te regelen? Je maakt het af door iets te doen wat stroom meet of gebruikt. Nou, misschien hebben jullie een multimeter thuis waarmee je gewoon volts kan aflezen. Of misschien heb je wel een fietslampje of een ledje of iets anders wat op een zwakke spanning kan branden. Je hebt ook bij de Action bijvoorbeeld van die simpele rekenmachines die op 1 of 2 batterijen werken. Of iets anders. Als het op batterijen werkt, heeft het maar een paar volt nodig. Dus dat moet je even bij je hebben. Dat was denk ik de laatste, hè? Ja. Dus dat gaan we maandag doen. Maandag moet je dus dit bij je hebben. Ik zal het ook nog even op de mail zetten. En dan gaan we gewoon practicum doen. En dan ga ik hier even iets maken. En dan ga je het ook maken. En dan ga je een foto ervan opsturen. En dan heb je het eerste deel van je cijfer voor de toets al binnen. Nou, dat is toch mooi, hè? Dat was het eigenlijk. Nou, wat hebben we nou vandaag gedaan? We hebben gezien dat chemische stoffen iets met stroom gaan doen. Dat het iets moet zijn met elektronen afstaan. En sommige metalen dat dus wel kunnen. Maar belangrijk is ook, er moet wel een gesloten stroomkring zijn. Want anders doet hij het gewoon niet. Dat was het wat mij betreft. Als jullie nog vragen hebben, moet je het zeggen. Ik heb voor morgen in Teams op dit moment een vragenuurtje ingelast. Dat is volledig facultatief, niet verplicht. Je mag ook gewoon alleen maar kijken zonder camera en microfoon. Vind ik ook best. Maar dat is gewoon als je vragen hebt. Als je een andere les hebt, ga vooral daar naartoe. En als je liever op een ander moment vragen stelt, mag het ook. Als je wilt vragen waar dat ene Wikipedia pagina vandaan is, dan vind ik dat ook best. Ik vind het eigenlijk allemaal best. Ik ben er gewoon, zoals gezegd, anders ben ik toch alleen maar aan het gamen. Want ja, dat zijn mijn dochter dan. Misschien kan jij nog even de demo-opstelling doen, Niels. Want kijk, dan hebben we nu de lopende camera. Dan kan je een beetje de studio zien. En mijn dochter zei, kijk, dit is een studio, hè. Is als je een goede PC hebt, dan moet je daar wel mee flexen. Want kijk, ik heb hier een PC met allemaal lampjes. Dit is onze studio PC. En die veranderen ook steeds van kleur. En daar moest gewoon een beetje mee geflext worden. Het is geen Apple. Ja, maar het is geen Apple, zegt de meneer van Handel. Die daar helemaal niet op strand zit. Zit gewoon op het groene scherm, ja. Moest even mee geflext worden. Dat heb ik. Dat probeer ik een beetje te leren van mijn kinderen. Dus als dat moet, dan moet dat. Voor nu wens ik jullie een fijne middag. Wellicht tot morgen, anders tot maandag. Je gaat nog een huiswerkopdracht krijgen voor maandag, maar dat gaat een hele kleine zijn. Vooral deze spullen verzamelen. De nieuwe module is te vinden op de ELO. En als je naar de omschrijving van deze video kijkt, dan zie je daar ook een directe link staan als een soort service. Ik wens jullie een goede middag en tot later. Ja, daar ben ik weer. Je dacht natuurlijk van me af te zijn. Maar vond je dit nou een leuke video? Klik dan op de like en subscribe button. Dat vindt hij namelijk ook erg leuk. Hij is alleen in gedachten bij ons in het plaatje. Tot de volgende!